Hallo leuke ballonvrienden en toffe ballonvriendinnen. Welkom bij video nummer 20. En vandaag maken we een hele leuke olifant. Ik ben jullie ballontwister Melby. Neem je ballonnen en laten we starten. Wat hebben we allemaal nodig voor een leuke olifant? Dat zijn oogjes. De oogjes die maak ik van een overschotje van een zwarte 260 ballon. Een overschotje van een witte 160 ballon, die gaan we gebruiken voor de slagtanden. En natuurlijk enkele grijze ballonnen 260. We gaan starten met de olifant zijn hoofd. Neem een ballon en blaas deze ongeveer op en laat een staartje over van 4 tot 5 vingers. Maak een tweevingerbubbel en een pinch twist. Maak nog een tweevingerbubbel en een pinch twist. Maak een 4 tot 5 vinger bubbel. En terwijl je deze bubbel draait, knijp je een beetje in de ballon zodat hij goed zacht is. Zo. Met het stroop. Zo. Opnieuw een pinch twist. Een 4 vinger bubbel. Opnieuw een pinch twist. Opnieuw een viervingerbubbel. Deze gaan we in deze pinch twist indraaien. Opnieuw een viervingerbubbel. Deze moet je echt heel goed zacht kneden, want deze gaan we door deze twee bubbels doorduwen. En verbind met deze pinch twist. En duw deze bubbel door deze twee bubbels heen. En dit wordt ons olifantje zijn snuit. De overschot, die gaan we vastknopen in deze pinch twist. Hiervan zoeken we nu ongeveer het midden en gaan we ook opdraaien. Deze duwen we opnieuw naar binnen toe en gaan we ook samen draaien. En dat worden dan de olifantse oortjes. Deze kan je in een beetje een leukere vorm brengen door een beetje te gaan kneden. Ziezo. Voor de slagtanden gebruiken we dus onze witte overschot van een 160 ballon. Zoek hiervan ongeveer midden. Twist deze samen. En deze gaan we brengen van voor aan de slurf. Je moet al even gaan denken. Deze kan je uiteraard ook een beetje in positie brengen door deze een beetje te gaan kneden. Onze zwarte bubbels voor de oogjes gaan we onder onze bovenste bubbel brengen. Ziezo. En dan is onze olifant zijn hoofd al helemaal klaar. Nu gaan we verder met het lichaam van onze olifant. Voor het lichaam van de olifant hebben we eigenlijk
gewoon nodig een grijze ballon. Die wil je lucht uit laten. Verbind deze grijze ballon in deze pinch twist. Maak een viervingerbubbel. Een pinch twist. Een viervingerbubbel. Twist deze samen met de andere bubbel. Opnieuw een viervingerbubbel. En nogmaals een viervingerbubbel. Draai dit allemaal goed samen. Breek de rest af. Hou van deze beetje nog een klein bubbeltje over. En knoop dit dicht. Dit wordt het staartje van onze olifant. Deze ballon knopen we dicht. Dichtknopen dus. Ziezo. Beetje op zijn plaats brengen. Voilà. Als deze loskomt, geen probleem. Verbind gewoon opnieuw in de pinch twist. En zo krijgen we al een beetje een leuke olifant. Nu hebben we nog nodig voor onze olifant de pootjes. Voor de voorste pootjes gaan we opnieuw onze grijze ballon verbinden in deze pinch twist. Tussen het lichaam. En onze ballon. Zo. Nu gaan we de pootjes gaan maken. Maak eerst een viervingerbubbel. Een pinch twist. Nog een pinch twist. En opnieuw een viervingerbubbel. En verbind deze maar. En breek de rest af. Mijn bubbels zijn stuk. Geen probleem. Je knip hem los. Ik ga deze zachtjes proberen los te knippen.
En ik ga deze opnieuw vastbinden. Ik ga opnieuw pootjes maken. Maar aangezien de bubbel nu is stuk gegaan, ga ik de pootjes maken op een andere manier. Dus het is misschien ook wel leuk dat jullie dit nu ook kunnen meevolgen, zodat jullie weten wat je kan doen als er eens iets misgaat. Dus we gaan starten met een pinch twist. Gevolgd door nog een pinch twist. Een viervingerbubbel. Nog een viervingerbubbel. Deze brengen we in de pinch twist. Nee, dat is niet goed, hè? Nee, dat is niet goed. Dit is niet goed. Dit is niet goed dat dit niet goed is. We gaan helemaal er beginnen. Knip los. Ik heb nog voldoende over. Een pinch twist. Goed opletten nu. Nog een pinch twist. Een viervingerbubbel. Nog een viervingerbubbel. Opnieuw een pinch twist. Hier was ik in de fout gegaan daar juist. Nog een pinch twist. En nu gaan we deze pootjes verbinden met een hele korte bubbel van ongeveer een vinger en een half à twee vingertjes. Deze gaan we verbinden. Zo. Losknippen, lucht eruit en dichtknopen. En nu hebben we onze pootjes van onze olifant. En deze gaan we dan inderdaad gaan verbinden aan onze overkot. Normaal gezien verbind je ze rechtstreeks. Maar aangezien ik dus in de fout was gegaan, ga ik ze nu zo verbinden. En dit zou moeten goedkomen. Alles op zijn plaats. En nu gaan we nogmaals zulke pootjes maken. En dit keer gaan we het van de eerste keer helemaal juist doen. Dus we maken een pinch twist. Gevolgd door nog een pinch twist. Vingerbubbel. Nog een viervingerbubbel. Een pinch twist. Nog een pinch twist. En we gaan deze twee pootjes verbinden met een korte bubbel. En breek de rest af. En knoop dicht. En dan hebben we de achterste pootjes. Deze achterste pootjes gaan we verbinden met deze pinch twist.
Als het lukt, tenminste. Zo. En dan heb je een leuke olifant. Wat ik dus daar straks ook al vertelde, als je nog een overstuk hebt van de vinkjes naar onder brengen. Met de leuke slagtanden naar voren steken. En de slurren. Ziezo. Wat ik daar straks zei, van dit overschotje nog, kunnen we dan ook nog hier aan verbinden. En dan heb je nog een leuke olifantenstaart. Zo. Het was niet eenvoudig, maar het is ons gelukt. En we hebben een leuke olifant. Ik zou zeggen, neem je ballonnen, ga aan het werk en show me het resultaat. Graag tot een volgende keer. Dag!